Andreessen. Dank u wel, mevrouw Andreessen. Dan nu voor de niet-fractiegebonden leden, de heer Lucas Hartong voor 1,5 minuut. Voorzitter, vandaag debatteren we voor de derde keer over de begroting 2013. Die zal ongetwijfeld worden aangenomen, gezien de vreselijke EU-elite die ons deze begroting door de strot wil duwen. Maar niet met steun van mijn regering, die stemde gelukkig tegen. De eurokliek snapt nog steeds niet dat de burgers van Europa allang zijn afgehaakt. Ze hebben namelijk de wijze woorden van de Amerikaanse oud-president Woodrow Wilson begrepen. Liberty has never come from government. The history of liberty is the history of limitation of government power, not the increase of it. Voorlopig eurocommissaris Bolkestein schreef vandaag in de Volkskrant behartenswaardige woorden. De lidstaten zijn in een fuik gezwommen en weten niet hoe ze eruit moeten komen. Minister-president Rutte moet niet aarzelen klare taal te spreken, ook al staat hij alleen. Wie alleen staat, heeft namelijk niet noodzakelijk ongelijk. Sterker nog, vaak zijn het de dissidentenstemmen die de waarheid spreken. De sleutel tot succes voor de Europese landen ligt niet in meer overheid en meer uitgaven, maar juist in minder overheid. Voorzitter, laat glashelder zijn. De PVV is niet tegen Europa, maar tegen de EU. De PVV zal de Nederlandse soevereiniteit nooit, nooit, nooit opgeven, want die is ons zeer dierbaar. Dank u wel. Ik stop alleen. Dank u wel, meneer Hartong. Collega's, dan spreken nu de andere ingeschreven. Spreker, ik geef meteen het woord aan de heer Laszlo Surian voor 2 minuten. Köszönöm a szót, elnök úr. Dank u wel, voorzitter.